Eind 2016 begonnen vrijwilligers van de SIED, de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, met de restauratie van de SIK, een legendarische rangeerlocomotief. In goede samenwerking met de gemeente Deventer bleef een klein stukje van het industriespoor behouden tijdens de herinrichting van de Hanzeweg. Over enkele weken wordt de vernieuwde Hanzeweg geopend. En daarom was het volgens de SIED de hoogste tijd om nu de gerestaureerde SIK op zijn plaats te zetten. En dat gebeurde afgelopen week. Het is onze stichting zet zich in voor het behoud van alle erfgoed. En daar valt ook het spoorrails onder. En dit is eigenlijk een beetje mobiel erfgoed. Hoewel het natuurlijk niet heel makkelijk te verplaatsen meer is. Het geeft toch wel een beetje een beeld weer van hoe het transport vroeger in zo'n stad ging. Kijk, nu gaat alles per vrachtauto. Maar vroeger ging alles per spoor. Tot zeker in de jaren 60. En toen werd het treinverkeer steeds minder belangrijk. En kwam het vrachtverkeer meer op. De SIK, de rails, de wissels en het spoorblok vormen zo het monument voor het Deventer Industriespoor.